Probeer. Ja! Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar de 13e AZ-vlog. Dit is ook de laatste vlog van 2018. En daarom gaan we de 2018 quiz doen. Hij zit al te spieken. Maar jullie krijgen 18 vragen over 2018. Dit kan van alles zijn. Dit kan over wedstrijden gaan, over bepaalde momenten. Maar ook over ploeggenoten. Deze antwoorden zijn gecheckt bij de aanvoerder Guus Deel. Dus er is geen discussie mogelijk. Dat antwoord is, nou, is goed. Ik zal er wel wat aan te sjoemelen, denk ik. Maar laten we dan snel beginnen met de eerste vraag. Deze beker staat trouwens op het spel. Als je die wint, dan krijg je deze prachtige beker. De eerste vraag is, wie is de 2018 modekoning van de kleedkamer? Als je zichzelf even gezegd, dan ga ik hem echt aanpakken. Dan ga ik hem echt aanpakken. Laat me zien aan de... Oh, ja. Wat een schande! Jonas heeft Marco die stond. Teun heeft Ricardo van Rijn. Jongens, jullie hebben allebei niet goed. De antwoord is van Guus, de keeper, Piet Veldhuizen. Ja, bad look. Die is not serious, you know? This was closer than you. Yeah, you're right, but that's unbelievable. Piet Veldhuizen. Het is schandalig. Welk AZ jeugdteam won in 2018 de beker en werd landskampioen? Oké, laat maar zien. Wat heb jij, jongens? Onder 13, onder 14. Jongens, het is AZ onder 16. Ja, fuck, zo. Welk nummer werd in 2018 het meest in de kleedkamer gedraaid? Wauw. Probeer. Kom op. Probeer. Ja! Ah, heel goed jongens. Allebei een punt. In de 30 eredivisiewedstrijden van AZ in 2018, hoeveel keer werd daarin gescoord? Je mag er 5 naast zitten. We hebben veel gescoord in het begin van het seizoen, hè? Ja. Je mag er 5 vanaf zitten, maar het is 62 keer. Oh, zo weinig. Ja. Ja. De vijfde vraag is, welke ploeggenoot heeft afgelopen jaar nooit Doucha bij zich gehad? Ik zeg deze omdat we zelf shampoo voor hem gekocht hebben. Laten we daarom denken. Gokje, Jonas. Ja. Wat is het? Piet. Hè? Thomas. Thomas. Nou, Luus heeft zichzelf opgeschreven. Ja, hij is ook een viespeuk. Echt een viespeuk. Ja, viespeuk? Ja, ik zit naast hem. Ik word niet veel. En dan laat ik jullie een fragment horen. Dit is van een wedstrijd uit 2018. Van welke wedstrijd is dit commentaar? Romeiners vraagt, Romeiners krijgt. Weghorst. Svensson komt. Kan ook zelf. Sounds like a beautiful. Attack. Jan Baks. Uit de draai. Ja, wat een goal! Ik weet het. Yes. Geweldige goal! Van Ali Reza, Jan Baks. Wat een beauty. Wie viel in 2018 het vaakst in slaap in bus? Dat is echt heel simpel. Als dit niet klopt, dan ligt hij. Guus. Het is allebei niet goed. Dat kan niet. Hij zit naast me. Elke keer als ik naar links kijk, dan ligt het zo. Ja, serieus. Dat kan niet. Ja, Jonas, het is jouw Noorse vriend. Ik weet het niet. Mitch? Dat is toch niet goed. Guus, honestly, he zit next to me. Maar I'm looking at Guus at the left, he always... I never seen Mitch sleep. AZ won de eerste wedstrijd van het seizoen, van dit seizoen met 5-0 van NAC. Wie maakte de 3-0? Ik maakte de 4-0.
Ja. 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 Het is niet waar. Nee, ik maak er een vierde. Ja? Waarom loop je dan zo? Myron. Ja, ik doe er helemaal niet. Zeg ik dat. Ja, ja, maar gewoon. Nee, kijk maar aan. Oh ja, die tackle. Ja. Ja. De negende vraag. Wie is de slechtste parkeerder van 2018? Uit het team. Slechtste parkeerder. Ja, ik schrijf deze op omdat ik vind dat deze jongen mag echt niet de weg. Zeg maar, ik vertrek altijd een uur later. Omdat ik zo lang in de weg ben. Ondanks hou ik wel van, word daar niet van. Jonas gaat twijfelen. Teun heeft Owen en Jonas heeft Ricardo. Teun heeft het goed. Owen, ja, Jonas. Ja, natuurlijk. Dus kan ik iemand mijn auto niet zo geven. Met welke speler ben ik in januari voor de AZ-vlog naar de kapper geweest? Teun heeft Frans, dat is de bijnaam van Pantelis Hatsidiakos, en Jonas heeft ook Panta, en dat is helemaal goed hoor. Ja. Eén koppertje. Deze vraag gaat over FIFA-potjes. Wie heeft het afgelopen jaar de meeste FIFA-potjes verloren? Verloren. Ik denk omdat deze samen met Guus alleen bij FIFA speelt. Teun heeft Adam en Jonas heeft... Wat is waar? Het is niet waar. Nee? Myron Boadu. Oh, wacht. Myron? Myron kan inderdaad geen FIFA, maar ik zie die man nooit FIFA spelen. We hebben nu 11 vragen gehad. De tussenstand is 4 vragen goed voor Teun en 3 vragen goed voor Jonas. Gaan we door met de 12e vraag. Jullie trainer John van Brommen heeft dit jaar het record te pakken met de langzittende AZ-trainer. Welke trainer had daarvoor dat record? Dat hebben we allemaal goed. Oh, goed, jongens. Ik denk dat impressive. Louis van Gaal inderdaad. Welke ploeggenoot had afgelopen jaar bij het ontbijt altijd avocado en crackers? Ja, maar dat zijn er meerdere. Dat zijn er serieus meerdere. Ik kan er 3 opnoemen namelijk. Dan ga ik ze ook alle 3 doen. Er zit er vast wel 1 goede tussen. Dit is lekker jong. Zonder jij jong te hebben. Jij zit niet aan die tafel, Jonas. Teun heeft zijn antwoord met Seuntjes, Wijndal en Jeremy Helmer. Alle 3. En Jonas, welke heb jij? Thomas Auer. Ja, vijf, ja. Thomas, ja, Thomas. Geen punten! Ja, wat een schande. Ja. De afgelopen zomer was het wereldkampioenschap in Rusland. Frankrijk tegen Kroatië. Wat was de eindstand van die finale? Dit is wel een schande als ik dit niet meer weet, hè. Ja, Frankrijk. Nee, we thuis. 4-1 voor Frankrijk, zegt Teun. Jonas zegt 3-1 voor Frankrijk. Het was 4-2. Frankrijk-Kroatië 4-2. This corrupt the gracious court to God. Wie heeft afgelopen jaar de slechtste grappen verteld? Van de ploeggenoten in de kleedkamer. Nou, wat ik als serieus aan. Mogen we de staf er ook bij doen? Nee. Nee. Gaat over de spelers. Ja. Teun zegt Marco Bizot. Ja. Jonas zegt. Hij heeft echt droge humor. Bizot. Het is geen Marco Bizot, het is Ron Vlaar. Ja. Wel een vriend van Marco Bizot, maar. Nee, ik geef hem wel een punt. Ja. Heeft hij wel. Maar Ron heeft een slechte grap. Ron. Samen met Marco, dus die zijn met z'n twee gewoon niet grappig. Hij moet soms zeggen, soms zit er wel een lekker tussen, maar je wordt er soms niet heel vrolijk van. En we zien in november van dit jaar speelden jullie een speciale retro shirts. Deze shirts werden geveld voor het goede doel Spieren voor Spieren. Hoeveel hebben jullie shirts in totaal opgebracht? In totaal? Ja, je mag op een duizendtal, dus of 1000, 2000, 3000, 4000 enzovoort. Hoeveel shirts werden er verkocht? Nee, voor hoeveel geld? Ja, nee, maar hoeveel shirts werden er verkocht? Ja, dat waren rond de 13, 14 shirts. We zijn tegen Heerenveen, dit seizoen.
Jonas twijfelt nog. Teun zegt 5000. Jonas zegt 2000. Jonas, alsjeblieft. Het is 6000 euro. Ja, ruim 6000 euro. De ene en laatste vraag. Welke ploeggenoot heeft in 2018 de meeste uren doorgebracht in de gym? Kunnen er weer meerdere zijn? Jonas zegt Usama Idrissi en jij zegt jezelf? Teuk ook, maar het is allebei niet goed, het is Myron Boadu. Ja, maar even serieus, die man is geblesseerd. Tuurlijk is die... Ja, nee, daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja, die is still in de gym, maar dat vind ik sleutel zeg. Want hij kan er niks aan doen dat die in de gym. Hey, jongens, als ik deze foto aan jullie laat zien. Zo. Dan weten jullie allebei wel welke wedstrijd het is, neem ik aan. Ja, dat is AZ20. AZ20, inderdaad voor de KNVB-beker. Het was de min 18 degrees. Het was de vraag of deze wedstrijd door kon gaan, inderdaad. Je zei het al, het ontzettend koud is in het stadion. Ja. Overdag was het ook nog de vraag, kon deze wedstrijd doorgaan? De wedstrijd zou afgelast worden bij een bepaalde gevoelstemperatuur. Welke gevoelstemperatuur is dat? Bij welke gevoelstemperatuur kan die wedstrijd niet gespeeld worden? Gevoelstemperatuur. Dat denk ik. Omdat als het te tegenaan staat dat het afgelast zou worden, dan moet dit het wel zijn. Als er namelijk nog eens 10 graden bovenop komt, dan was het niet bijna afgelast. Teun zegt min 20, Jonas, wat zeg jij? 22 met min 15. Dat kan toch niet, want het was min 18, dan moet die mensen. Nee, het was min 15. Nou jongens, dit was de quiz van de 18 vragen. Teun, je had er 5 goed. Alsnog niet heel veel, maar je had er wel 5 goed. Uiteindelijk gaat het om de resultaten. Dat is wel maar goed. Jonas, ja. je had er 4 goed. Teun, jij kreeg deze fantastische week, hè? Hey, weet je ook wat erop staat of niet? Ja, Mr. 2018. Mr. 2018. Dus gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Hey, en het is straks bijna kerst en 2019 komt eraan. Heb je nog goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik denk betere seizoen zelf draaien dan de eerste seizoen zelf. En ik denk op een AZ-waardige plek nog eindig op de ranglijst. En jij, Jonas? Ja, wat Teun zei. Last year, next year I'm gonna beat Ten Niskans. Heel goed. Jongens, yes, dankjewel. En succes nog. Dit was de 2018 quiz. Willen deze prachtige AZ kersttrui winnen? Like dit filmpje, abonneer je op het YouTube kanaal van AZ en laat even een leuke reactie achter. Ik wens jullie alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik zie jullie in 2019.